Oké, Jens, de eerste stelling. Wie blijft er het langste in de kleedkamer hangen? 3, 2, 1. Zijn we het eens of niet? Gozer, ik ben altijd als eerste in het spelen zo, man. Ja, ik weet het niet al. Een watertje drinken. Met die heup voor jou dan na zo'n wedstrijd, dan loop je ook niet meer zo makkelijk, toch? Nee, dat is waar. We gaan de volgende wedstrijd even kijken wie nou echt het langst blijft hangen. Oké, Nick, volgende stelling. Wie kan het beste koken? 3, 2, 1. Oh, dit is dit, hè? Sorry. Ah, wijs mij aan, hè? Ja, 100%. Ja, 100%. Ja, ja. En ik doe het echt heel weinig. Dat heb ik al. Ik zit nu 3 dagen op een kamer met hem, maar... Nee, koken, nee, eitje bakken lukt wel, maar... Nou, Jens, wanneer mag ik bij je komen koken? Of bij je komen eten? Je bent altijd welkom, jongen. Ja. Oké, Jens, stelling nummer 3. Wie heeft de meeste fans in het stadion Galgenwaard? 1, 2, 3. Denk je dat ik het ben? Ik ja, weet niet. Ja, je bent wel publiekslieveling, hoor. Ja, in mijn eerste periode wel. Nu weet ik het nog niet helemaal zeker. Misschien dat het dit jaar een beetje gaat groeien. Oké, Nick, volgende stelling. Wie staat er het langst voor de spiegel? 3, 2, 1. Ah, eens. Ja, ja, ja. Eens. En ik sta niet eens lang voor de spiegel, hoor. Maar... Nee, deze was vrij simpel. Ijdel mannetje wel. Jens, volgende stelling. Wie klaagt er het meest? 1, 2, 3. Al 100% Nick. Nee. Het enige wat hij doet is klagen. Oh. Ja, ik moet zeggen, ik kan lekker klagen, maar nu zitten we toch op die kamer, maar jij kan er ook wel wat van. Ja, we steken elkaar aan ook, denk ik. Het is, werkt wel goed. Een beetje klagen af en toe is ook wel lekker, hè? Ja, lucht ook op. Oké, Nick, volgende stelling. Wie heeft het kortste lontje? 3, 2, 1. Ja, daar is geen discussie over mogelijk, denk ik, hè? Nee, de GVD's die, die vliegen wel eens rond. Jens, volgende stelling. Wie kan er het beste kaarten? Klaverjassen dan. 3, 2, 1. Ja, hij vindt het zelf ook, hè? Nee, Nick is ervaren kaarten. Die kan goed spelen. Je hebt toch leergeld, hè? Dus daar ben je bijna uit. Dus, ja, dat klopt. Ik word steeds beter. Dat gaat goed. Volgende stelling. Nick, komt-ie. Wie is de beste huisman? 3, 2, 1. Ja, dat is Jens. Nick doet dus wel heel veel klagen, maar verder doet hij heel weinig. Dat is een beetje wat ik een beetje meekrijg vanaf de buitenkant. Hè? Ik weet niet of het echt waar is, maar... Ja, ik verzorg je toch ook wel weer, hoor. Ik ben altijd wel in de watten wel, hè? Mij wel, ja. Dus, ja, doe ik goed. Net weer een handdoekje voor me gehaald. Wie is de meeste ideale schoonzoon? 3, 2, 1. Ja. Nee, Jens, dat ben jij wel. Komt dat geklaag toch weer terug, hè? Alleen maar het klagen. Dat ja. Vinden schoonouders nooit zo leuk. Oké, Nick, laatste stelling. Wie is de grootste slijmbal? 3, 2, 1. Wat dan? Ja, maar waarom ik dan? Ja, weet ik ook niet, maar ja... Ik weet niet. Ik vind ons allebei niet per se slijmballen. Nee, eens. Nee, dus als je jezelf niet aan kan wijzen, is dit de enige optie? Ja, daarom, ja. Dan wijs je naar een ander. Daar zijn we het wel over eens, denk ik, toch? Ja. Oké, Jens, even evaluatie van onze prestaties. Soms waren we het toch niet met elkaar eens, hè? Nee. Dus, wordt geen hele goede... We gaan hem niet winnen, denk ik. Nee, hij wordt middenmoot, denk ik. Minimum. Maar daar kunnen we dan wel weer mooi over klaren met z'n tweeën, toch? Ja, dat de stellingen dus dat niet juist waren. Dat komt wel goed. Klote stellingen. Krijgt iedereen dezelfde stelling ook, of niet? Nee. Ja, dat is toch geen eerlijke competitie dan, of wel? Wie klaagt er het meest? Al 100% Nick! Nee. Het enige wat hij doet is klagen. Ik ben gewoon realistisch. Dat is niet klagen, dit is constateren. Staan we bovenaan nu? Ja, nou, neem mee dat soortje, joh.